Vlaams parlementslid Koen Daniels, klopt het dat u zou gepleit hebben om van elk kind een IQ-test af te nemen? Nee, het klopt absoluut niet dat ik daarvoor gepleit heb. Ik heb enkel aandacht gevraagd voor goed onderwijseffectiviteitsonderzoek. Dat wil zeggen, als we onderzoek gaan doen naar wat werkt in een school, in een klas, dan moet je alle factoren meenemen. De handboeken, de leerkracht, de school, maar ook de cognitieve capaciteiten van een leerling. Immers, als je die niet meeneemt, dan zou je heel snel kunnen zeggen, alles ligt aan de leerkracht. Een leerkracht kan alles oplossen. Maar dat is niet zo. En ik heb dat ook bepleit in de commissie. Waarom? Omdat door goed onderzoek, en we weten welke factoren werken, dat we dan eigenlijk alle leerlingen kunnen dienen. Geen enkele partij heeft daar enig bezwaar op gemaakt. Dus ik sta een beetje versteld van de commotie.